Mariano Bombarda, de vraag die denk ik het meest aan jou de laatste dagen gesteld is. Argentinië, Nederland. En jij is Argentijn in Nederland. Voor wie ben je? Als je me vraagt wie ik denk dat gaat winnen, dan denk ik dat Argentinië gaat winnen. Vooral gebaseerd op ervaring en voornamelijk achterin en op het middenveld. Maar Nederland heeft dit toernooi bewezen dat ze toch moeilijk te verslaan zijn. Ja, ze spelen een fantastisch toernooi. Dat is, staat buiten kijf. Eigenlijk had niemand verwacht dat ze zover zou komen. En vooral, Robben is natuurlijk in absolute topvorm. Is Robben op dit moment beter dan Messi? Ik denk dat meer dreiging vanuit gaat als je naar de hele wedstrijd kijkt. Maar Messi blijft natuurlijk beslissen in de twee, drie acties dat hij altijd vaak heeft. Is het alleen maar Messi bij Argentinië of zeg je van nou, zijn toch nog wel wat andere spelers waar Nederland op moet letten? Nou, je hebt ook die Maria, maar die is geblesseerd waarschijnlijk. Dus die zal niet spelen. En voor de rest vind ik wel een beetje dat Argentinië een beetje betonvoetbal speelt. Dus echt hangt op het talent van Messi, dat vind ik wel. Aguero keert mogelijk wel weer terug, is dat belangrijk? Ondanks dat hij het nog niet in die eerste wedstrijd dat hij speelde had laten zien, die speler van Manchester City? Het is wel een geweldige speler, maar als je kijkt, deze wedstrijd heeft hij niet goed gespeeld. Ook Argentinië als team ook niet. Dus wat dat betreft hoef je niet... Het spel is niet sprankelend, zeker niet. Maar ik denk dat meer de ervaring de doorslaggevend zal zijn. Hoe ga jij nou kijken? Dan zit je op de bank, heb je ook je kinderen bij je. Zijn er toch mensen voor Nederland? Ja, jawel. Die zijn er zeker ook. En als je kijkt naar... Ik kijk vaak vanuit misschien een iets ander oogpunt. Maar vooral... Je hoopt van zo'n wedstrijd te genieten. Nou, hoewel geen van beide ploegen het spel gaan maken. Dus op die manier kijk ik wel een beetje tegen. En voor mij mag Nederland winnen. Alleen als we de finale ook winnen. En het leuke is dat jij met sommige spelers van Oranje ook samen hebt gespeeld. Met Kuyt en Van Persie bij Feyenoord. Ja, uiteraard Robin en Dirk, die ken ik heel goed. En je gunt het ze ook. Dus van mij mag het. Maar het zou wel een hele grote wonder zijn, vind ik. Omdat de grote favoriet blijft voor mij Duitsland. Maar toen jij bij Feyenoord speelde, met onder andere de jongen van Persie. Ik heb wel eens begrepen dat jij, ik wil niet zeggen zijn vader was, maar soort als een vaderfiguur bij Feyenoord voor hem optrad. Nou, het is wel zo. Hij was toen heel jong en ik heb natuurlijk een aantal wat jaar ervaring. En heb ik hem een beetje proberen te begeleiden. Dat is, hij was een beetje onstuimig. Hij was 18 en een geweldig talent. Alleen, een aantal dingen moest hij nog leren hoe het eraan toe ging in betaald voetbal. En ik heb hem daarin geprobeerd te helpen. Gewoon raar, hè? Of raar. Jij speelde met twee van die spelers die dan nu in een halve finale van een WK staan. En grote jongens zijn geworden, hè? Ook Kuyt. Ja, kijk, toen waren ze heel jong, beide. En nu zijn zij de ouders van het team. En ik vind het wel mooi dat zij die rol op zich nemen ten opzichte van de jongeren. Dat vind ik wel mooi om te zien. Ken jij, ondanks dat je natuurlijk al heel lang in Nederland woont, hè? Je bent bij ACV in Groningen begonnen. Ken je toch ook jongens uit Argentinië of eigenlijk dat niet? Hier? Nee, eigenlijk heel weinig. In het verleden heb ik een paar heel vaak leren kennen, maar het is eigenlijk, ik ken bijna niemand. Ook niet Romero bijvoorbeeld? Nee, hij is een stuk jonger. Dus ik heb er nooit tegen hem gespeeld. Wat vind je hoe Nederland speelt? Want ze krijgen heel veel kritiek over het spel. We weten dat Nederland altijd aanvallend voetbal wil spelen, met pressie zetten. Ja. Dat doen ze dit toernooi eigenlijk nauwelijks. Begrijp je dat? Ja, Nederland speelt reactievoetbal, zoals ze zeggen. En het is heel begrijpelijk. Zeker als je naar de achterhoede kijkt, dan een deel van het middenveld ook. Heel weinig ervaring. Heel veel hebben niet eens in Champions League ervaring. En dan sta je maar in een halve finale. Nou, dat is vanuit je televisie. Als je daar naar kijkt, is het natuurlijk heel makkelijk daarnaar te kijken. Maar als je daar staat, is dat een stuk moeilijker natuurlijk. Het zijn wel hele mooie wedstrijden altijd tussen Argentinië en Nederland geweest. Ja, wij als Nederland vonden het altijd zo mooi in 98 met Bergkamp. Ja. In 78, toen pakte Argentinië ten koste van Nederland de wereldtitel. Altijd wel mooie duels. Ja, in 98 was een hele mooie wedstrijd. Ik vind wel dat toen was het een stuk opener aan beide kanten. En nu zal het vanuit beide kanten een beetje reactievoetbal zijn. Dat kan ook op zich ook wel mooi zijn. Maar goed, daar wil je ook ergens naar kijken.
Jij als oud spits, je zegt het zelf al, ik kijk soms anders naar voetbal dan ja, normale supporters. Hoe kijk jij naar die spitsen tussen Argentinië en Nederland? Bijvoorbeeld Higuaín, Van Persie dan? Ik denk dat vooral, het zal veel meer omgaan om Robben en Messi dan om hun twee. Omdat ze zullen, zoals Van Persie en Higuaín, zullen heel weinig ballen krijgen. En dan uiteindelijk gaat het, maak je die. Zet je ploeg een voorsprong. En dus dat zal het verschil maken. Ja, jij bent altijd de grote winnaar, want je zegt zelf wel, mocht Nederland winnen, oké, dan vind ik het ook niet erg. Maar dan moeten ze wel de finale winnen, later van of Brazilië of Duitsland? Ja, dat vind ik wel. Kijk, zeker als je van de topsport bekijkt, denk je van een finale verliezen is heel erg. Maar als je dan een paar finales achter elkaar verliest, of twee finales, dan is het nog veel erger. Zelf heb ik het met Feyenoord verloren, de Amsterdam Cup finale. Ja, dat vond ik heel erg. En dan denk ik van, als je nog een keer zo'n finale speelt, mag je hem niet verliezen, vind ik. Ga ik liever eerder uit dan zo'n finale verlies. Al met al, tot slot, vind je het überhaupt al sowieso een mooi WK? Of zeg je van, nou, die grote landen hebben toch ja, met name reactievoetbal laten zien. We hebben juist van de wat kleinere landen mooi voetbal gezien. Hè? Noem een Colombia, noem een Costa Rica. Nou, ik ben het met je eens. Het WK is op zich heel mooi, heel spannend. Alleen van bepaalde grote voetballanden had ik meer verwacht. Brazilië, Argentinië bijvoorbeeld. En ik vind alleen dat Duitsland het waar maakt. Qua speelstijl, qua manier. Ja, dus ja, eigenlijk veel respect daarvoor eigenlijk. In Argentinië hopen ze maar één ding, hè? Een finale tegen aartsrivaal Brazilië. Ja, in Argentinië gaan ze vanuit dat, ja, hopen ze daarop. En dat ze winnen natuurlijk. Dat is voor hun het ultimum eigenlijk. Maar goed, voor de Brazilianen is dat ook. En als Argentinië wereldkampioen wordt, is het dan in huizen Bombarda toch een klein feestje? Nou, ik zou erg zullen dat zeker niet vinden. Het is natuurlijk, zou wel mooi zijn. Zeker, maar ik denk dat het een moeilijk verhaal wordt.